En meneer Knot, welkom. Goedemiddag. Het land is in afwachting van een nieuw kabinet. En dat gebeurt allemaal in een tijd, we hoorden het zojuist ook, dat er twee oorlogen zijn aan de flanken van Europa. Oekraïne, Rusland en natuurlijk de oorlog tussen Israël en Hamas. En je vraagt je af in deze tijd, wat betekent dat allemaal voor Nederland voor 2024? Daar wil ik het graag met u over hebben. Laten we eerst beginnen, want wij wachten op een nieuw kabinet natuurlijk in Nederland. U misschien ook wel. U was 16 januari was u te gast bij de vier formerende partijen en heeft met hen gesproken. U zit in een ambtelijke werkgroep en u heeft advies gegeven over wat er zou moeten gebeuren in Nederland. Wat heeft u verteld aan de formerende partijen? Nou, wij hebben die gelegenheid te baat genomen om gezamenlijk met de secretaris-generaal van het ministerie van Financiën en de directeur van het Centraal Planbureau om nog eens een keer het advies toe te lichten van de zogenoemde studiegroep Begrotingsruimte. Ja, en de kern van dat advies is eigenlijk dat de onderliggende situatie van de Nederlandse overheidsfinanciën toch iets minder gunstig is dan je zou denken als je simpelweg kijkt naar tekort en schuldratio's. Dat heeft alles te maken met oplopende rentelasten. In 2022 betaalden we 5 miljard aan rente. In 2025 zal dat opgelopen zijn tot 10 miljard. In 2028 tot 15 miljard. Dus lenen is ook voor de staat peperduur. Lenen begint ook voor de staat weer echt duurder te worden. Mm-hmm. En vanuit die achtergrond en ook vanuit de achtergrond dat onze economie eigenlijk nog best heel goed draait, zal niet iedereen zo ervaren, maar koopkrachtherstel, kunnen we het misschien straks over hebben, ligt denk ik nog in het verschiet. Maar niettemin, onze economie draait nog steeds heel goed. Ja, en tegen die achtergrond is het toch verstandig om het tekort niet te ver te laten oplopen. En die oploop van het tekort, die in zekere zin onvermijdelijk is gedurende deze kabinetsperiode, om die te begrenzen tot een tekort van 2% in 2028. En daar vloeit dan een taakstelling van ongeveer 17 miljard uit. En een taakstelling, dat is omvloerst, bedoelt u eigenlijk, er moet 17 miljard bezuinigd worden? Er moet 17 miljard ruimte worden gevonden op de begroting om inderdaad die hogere renteuitgaven te kunnen betalen. En daarnaast om ook de begroting gereed te maken voor uitdagingen als vergrijzing, toenemende zorgkosten, et cetera. En misschien wel oorlog. En misschien wel oorlog. Hè? Ik denk dat dit geopolitieke risico wat u aanstipt, dat versterkt eigenlijk alleen maar de roep van de studiegroep Begrotingsruimte. Ja. Dat in een onzekere wereld is het verstandig om buffers te gaan creëren om als dit soort onzekerheden zich voordoen, dat je dan ook een appeltje voor de dorst hebt om in ieder geval de burgers in Nederland tegen de ergste gevolgen daarvan, de scherpste gevolgen voor hun koopkracht, te kunnen beschermen. Zonder een dergelijke buffer waren we een paar jaar geleden niet in staat geweest om bijvoorbeeld de gevolgen van de pandemie te verzachten. Ja. Of de gevolgen van de energiecrisis in 2022. Dus u zegt 17 miljard euro bezuinigen, dat is gewoon verstandig beleid op dit moment. Of belasting verhogen, een van de twee knoppen kun je aanzetten natuurlijk. En laten we dat begrotingstekort van 3-2% terugbrengen. Het is op dit moment 1%. Laten we de oploop van het begrotingstekort beperken tot 2%. Ja, nu ben ik ontzettend benieuwd natuurlijk. U zit daar aan tafel en u spreekt met Geert Wilders, met Caroline van der Plas, met Dylan Jesselgus en met Pieter Omtzigt. Zijn ze het met u eens als u dit verhaal houdt? Nou, eerlijk gezegd, dat weet ik niet. Want de setting was er een in welke wij ons advies hebben toegelicht. En hun rol was vooral ons vragen stellen. En we hebben geprobeerd die vragen naar eer en geweten te beantwoorden. En ja, nu hebben de partijen zich weer teruggetrokken. En ik zal nu moeten afwachten waar ze mee zullen komen. Laten we toch even een paar punten doornemen waarvan we weten dat sommige partijen dat willen. Eentje bijvoorbeeld, de PVV heeft als in de campagne beloofd aan de kiezer van de partij, en dat heeft de BBB ook gedaan, dat ze graag een afschaffing willen van het eigen risico in de zorg. Dat is €385 per jaar. Kan dat eigenlijk? Als u zegt van ja, we moeten 17 miljard bezuinigen. Die €385, dat is ongeveer 6 miljard extra uitgaven van de Rijksoverheid. Kan dat, wat u betreft? Nou kijk, keuzes zijn echt in deze aan de politiek. Mm-hmm. Maar in termen van ons advies zou dat dan betekenen dat die 6 miljard bovenop de 17 miljard komt die dan elders in de begroting zal moeten worden 23 miljard om terug te komen op 2%. Ja. Inderdaad, het gaat er dus om dat er keuzes gemaakt worden. Dat is aan de politiek. Het is aan ons om de consequenties van die keuze duidelijk te maken. Ja.
Maar er is ook nog, in Brussel zijn er ook rekenmeesters. En die zeggen dat de begrotingstekorten niet over 3% heen mogen gaan. Ja, klopt. Dus als je het tekort door de 3% heen laat lopen, dan ga je te maken krijgen met Brussel. Dan zul je, hè, conform de verplichtingen uit het verdrag, een plan moeten inleveren in Brussel om het tekort terug te brengen naar 1,5%. Want dat zijn dan, op het moment dat je door de 3 gaat, moet je een plan inleveren om terug te gaan naar 1,5%. Dan kom je min of meer onder curatele te staan. Dan komen ze meekijken. Nou, dit zijn de afspraken die wij hebben gemaakt in het kader van het verdrag van Maastricht om te zorgen dat de Europese Centrale Bank in haar streven naar prijsstabiliteit niet in de wielen wordt gereden door speelzieke overheden. Ja, dus u zegt prima, je kunt die 385 euro, dat kun je best afschaffen, maar dan moet je elders, moet je het wel weer ophalen. Dan moet je elders gaan bezuinigen om het mogelijk te maken. Dan heb ik er nog één voor u, of de belasting verhogen. De AOW-leeftijd, daarvan zegt de PVV, wij willen die staat nu op 67. Als u en ik aan de beurt zijn, gaat die naar 68. Die willen we terugbrengen van 67 jaar naar 65 jaar. Wat kost dat eigenlijk als je dat wil doen? Nou, kijk, dat kost zelfde orde grootte. Wij denken ongeveer 5 miljard. Maar ik wil toch wel even één ding zeggen. U put nu uit allerlei verkiezingsprogramma's. Mm. We weten dat verkiezingsprogramma's vooral een rol spelen in de aanloop naar verkiezingen. Ik kan niet op elk initiatief, op elke communicatie, elke wens van elke politicus gaan reageren. Ik moet nu afwachten tot wat ik zie, wat er van deze voornemens in het concept regeerakkoord zal terugkeren. Dat concept regeerakkoord, dat zullen we dan beoordelen op haar merites, op de consequenties die dat heeft, ook voor de financiële huishouding van de BV Nederland. Ik snap dat u dat zegt, maar het punt is natuurlijk dat van de 3 partijen die daar aan tafel zitten, van de 4, zijn er 3 partijen die hebben hun verkiezingsprogramma niet laten doorrekenen. Dus daarvan weten we niet precies of die maatregelen die zij voorstellen om de lasten van mensen te verlagen, of die wel kunnen. Ja. Wat levert dat voor u voor een probleem op? Nou kijk, ik wil nog even zeggen, 2 van de 3 hebben dat uit principe gedaan. Hè. Bij de 3e partij zat er ook gewoon. Zullen we ze benoemen even? Ja, dat waren de PVV en de BBB. En bij het NSC zat er natuurlijk ook gewoon de logistieke complicatie dat het gewoon niet mogelijk was. Nou ja, dit betekent dat pas na totstandkoming van het regeerakkoord de eerste check zal kunnen plaatsvinden of dit realistische plannen zijn en wat de consequenties daarvoor voor de Nederlandse overheidsfinanciën en de Nederlandse economie zullen zijn. Ik had die reality check liever ook voor de verkiezingen gehad. Ik had liever gezien dat burgers niet alleen met de keuzes geconfronteerd worden, maar ook met de consequenties van die keuzes. Waarom? Omdat ik vind dat als je binnen een begroting bepaalde prioriteiten stelt, dat je ook eerlijk moet zijn over waar dat geld dan vandaan moet komen. En of het wel kan. En of het wel kan, ja. En dat weet u nu ook niet? Nee, nogmaals, ik moet wachten tot het regeerakkoord verdwijnt. En dan kan ik me daar een oordeel over vormen. U weet dat anderen gezegd hebben, ja, je belooft gratis bier, dat kan helemaal niet. Ook dat is te vroeg. Ik moet nogmaals, ik herhaal mijzelf, ik moet wachten tot ik zie wat er in het regeerakkoord daarvan terechtkomt. U bent hier vandaag. Gisteren zagen we een tweet op X, zo heet Twitter tegenwoordig, van Geert Wilders. En dat is natuurlijk een van de belangrijkste deelnemers aan die coalitieonderhandelingen, want de grootste partij. En lezen we even mee. Wij gaan voor een rechtskabinet, Nederlanders weer op 1. Een forse lastenverlaging voor burgers en geen pijnlijke megabezuinigingen. Ja, dat is in scherp contrast met wat u zegt. 17 miljard moet eraf. We leven in een democratie. Ik zou willen zeggen, gelukkig leven we in een democratie. Keuzes zijn aan de politici. Tezijnertijd zullen wij de consequenties van deze keuzes inzichtelijk moeten gaan maken. En nogmaals, ik kan niet op elke uiting van een individuele partij. Er zijn 4 partijen aan het onderhandelen. 1 partij heeft haar inzet bij de onderhandelingen, dus kennelijk gisteravond op X gedeeld. Nogmaals, ik kan niet op elke individuele uiting gaan reageren. Ik moet echt wachten tot ik zie wat hiervan terechtkomt in het regeerakkoord. En vervolgens eigenlijk ook nog wat daar dan ook van uitgevoerd gaat worden. Juist. Maar u zegt, het is onverantwoord wat u betreft, of u bent het in ieder geval niet mee eens dat programma's niet doorgerekend worden, omdat dan niemand weet of het wel kan of klopt. Nee, dat vind ik inderdaad een spijtige ontwikkeling, omdat het gewoon maakt dat de consequenties van keuzes pas op een later moment worden toegevoegd aan de informatie die verspreid wordt over de plannen. En dat vind ik jammer. Ja. Laten we het hebben over de Europese rente, de rente van de ECB. Afgelopen week heeft de president van de bank, Christine Lagarde, gezegd,
In Frankfurt, we gaan die rente voorlopig nog niet verlagen. Die staat op 4%. Dus lenen is niet alleen voor, wat u net al zei, voor de overheid heel duur, maar ook voor heel veel bedrijven. In Duitsland zie je dat het heel slecht gaat met de auto-industrie bijvoorbeeld. Personeel is heel boos omdat de salarissen niet omhoog gaan. Waarom heeft u, want u bent er ook bij betrokken, die rente niet gewoon wat omlaag gegooid, zodat het weer wat prettiger leven wordt en dat bedrijven weer kunnen gaan lenen? Kijk, in de Duitse economie zullen heel veel bedrijven echt een fundamentele transitie moeten ondergaan. Die transitie behoort niet tot mijn mandaat. Mm-hmm. Mijn mandaat is prijsstabiliteit, mm-hmm. de ECB's mandaat, dus de inflatie terugbrengen naar 2%. Dat is het enige kompas wat wij hebben. Daarvoor is het onvermijdelijk dat wij de rente omhoog hebben getrokken. We hebben nu een geloofwaardig vooruitzicht op een terugkeer van de inflatie naar 2% in 2025... Het enige stukje wat we in die puzzel nog missen is voldoende overtuiging dat ook de loongroei zich gaat aanpassen langzamerhand aan die lagere inflatie. Zodra dat puzzelstukje op zijn plaats valt, zullen wij ook de rente weer iets kunnen verlagen. Normaal gesproken weet je dat een proces van disinflatie, het omlaag brengen van de inflatie, dat het enige schade aan de economie gaat toebrengen. Dat meten we meestal aan de oploop van de werkloosheid. De werkloosheid in de eurozone en in Nederland zit nog steeds op een record laag. Dat is een grote krapte. Dus u zou ook kunnen zeggen, ja, dat in vergelijking met eerdere periodes van disinflatie, dat die maatschappelijke kosten, die maatschappelijke schade, dit keer eigenlijk verrassend laag, zo niet vrijwel non-existent is als je praat over de gevolgen voor de arbeidsmarkt. U zegt dat nu, maar als wij aankondigen dat u te gast bent bij Buitenhof, dan beginnen sommige partijen, en misschien wel terecht, zich meteen te roeren. Vanochtend zag ik ook een tweet van Tuur Elzinga van FNV. En die zegt, ja, we moeten wel even met Knot hebben over die grijflatie, over die bedrijven die helemaal binnenlopen en megawinsten maken. Want wie betaalt de prijs en de rekening? Dat zijn, zoals altijd, zegt hij, de werknemer. Nou, ik denk dat we het nu niet meer over grijflatie hoeven te hebben. Want de situatie waar we het over hadden toen u en ik de vorige keer spraken, die is inmiddels al fundamenteel veranderd. De winstmarges van de bedrijven zijn al behoorlijk verlaagd. Het is ook niet zo dat ik nu meteen zeg dat de lonen fors omlaag moeten. Maar laten we toch even aan de achterkant beginnen. 2% doelstelling inflatie, 0,5% productiviteitsstijging. Helaas, ik kan er niet heel veel meer van maken. Dat betekent dat we alleen maar duurzaam prijsstabiliteit kunnen hebben als de lonen teruggaan, de loongroei teruggaat naar een niveau van ongeveer 2,5%. De laatste loongroei in Europa bevindt zich op het niveau van 5%, in Nederland op het niveau van 7%. Dat traject hoeven we niet van de ene op de andere dag te doen. De komende jaren gaan we een aantal jaren krijgen dat we, ook wij denken dat de loongroei hoger zal zijn dan de inflatie. Dat er dus voor de achterban van de heer Elzinga concreet koopkrachtherstel zal optreden. Wij denken ook dat dat kan. Dat dat nog steeds in lijn kan zijn met de terugkeer van inflatie naar 2%. Omdat ook wij denken dat er in de winstmarges nog steeds wel enige ruimte zit om die hogere lonen te kunnen betalen. Zonder dat het meteen weer tot een drastische tweede ronde van prijsverhogingen moet leiden. Maar het is een dun pad. Het is een dun pad. En wij willen toch wel zien dat ook in de cao-onderhandelingen we dat neerwaartse pad hebben ingezet. Ja, dan hoor je natuurlijk de vakbond al zeggen, helemaal niet. Want dan betaalt de werknemer weer moet dan weer nou, de prijs betalen. Dat hoor ik de vakbeweging niet zeggen. Want ik heb de vakbeweging horen zeggen dat zij naar 2024 toe voor die cao's waar in 2023 al een forse koopkrachtreparatie heeft plaatsgehad een duidelijk lagere looneis zullen stellen dan die. Steeds minder, steeds kleiner worden de groep van cao's waar dat nog niet het geval is geweest. Dus ook de vakbeweging verwacht een lagere loongroei in 2024 dan in 2023. Laten we kijken hoe zij gaan reageren op het gesprek dat wij nu voeren. Een ander punt, u zegt dat net al, van het gaat heel erg goed met het aantal banen in Nederland. Ja. Er is zelfs een groot tekort, er is bijna geen werkloosheid meer. En nu wilde ik u een uitspraak voorleggen van een bedrijf dat het waanzinnig goed doet in Nederland en wereldwijd, ASML. En de scheidend topman daarvan, Peter Wenning, die zei deze week, ja, die plannen van een mogelijk nieuw te vormen kabinet als het gaat over arbeidsmigratie, over de kenniswerkers die wij nodig hebben om dit bedrijf te laten groeien, daar wil een nieuw kabinet misschien wel paal en perk aan stellen. Ja, als dat gebeurt, kunnen wij de mensen niet vinden en dan moeten we misschien wel naar het buitenland. Wat vindt u daarvan? Ja, het zou kunnen.
Daar kan ik, er is eigenlijk denk ik geen speld tussen te krijgen. Het is gewoon waar dat een bedrijf als ASML kan niet alleen afhankelijk zijn van de Nederlandse beroepsbevolking. Wij leiden gewoon te weinig van dat type werknemer op die ASML nodig heeft. ASML trekt hoogwaardige kennismigranten aan, die ook een forse hoop belasting betalen. Ondanks dat ze een iets gunstiger belastingregime hebben, dragen ze nog steeds forse bijdragen af aan de Belastingdienst. Bent u daarvoor? Want de expatregeling voor mensen, voor die kennismigranten uit het buitenland, die betalen inderdaad veel minder belasting. He, wat is het, 30% nou, kijk, vrijstelling? Ik zou alleen willen zeggen, die expats zijn echt van grote toegevoegde waarde van de Nederlandse economie. De Nederlandse beroepsbevolking, de groei daarvan, komt tot stilstand in de komende jaren. Wij zullen het voor de groei van onze economie moeten hebben van productiviteitsstijging. Als wij onze sociale arrangementen op dit niveau zullen willen houden, in het kader van de vergrijzing, zullen wij de belastinginkomsten nodig hebben. Dat snap ik. Van een beperkt groeiende economie. Dat zal niet meer van de Nederlandse beroepsbevolking komen. Op bepaalde plekken zullen we daarvoor immigranten en zeker kennismigranten nodig hebben. Maar de Kamer, Tweede Kamer, Eerste Kamer heeft net een plan aangenomen dat die belastingvoordelen voor kennismigranten, voor de mensen hier dus naartoe komen, dat die van 30% naar 10% gaat. Dus die moeten veel meer gaan betalen. Bent u daarvoor? Nou, dat is niet aan mij om daar een precies oordeel over. Of dat nou 30 moet zijn, of dat 10 moet zijn, of dat 3 jaar, of 5 jaar. Maar wat is de consequentie daarvan? Ik wil zeggen dat die kennismigranten van grote toegevoegde waarde zijn voor de Nederlandse economie. Ja. Waar wij het in toenemende mate van productiviteitsstijgingen moeten hebben. En dan is het aan de overheid om te zorgen dat Nederland een aantrekkelijke vestigingsplaats blijft voor dit type economische activiteit, wat een bovengemiddelde bijdrage levert aan onze groei en onze welvaart. Wat is uw advies wat dat betreft dan aan de formerende partijen nu aan tafel in Den Haag? Nou, kijk, ik heb al eerder gezegd, het laatste wat wij moeten doen is met de rug naar Europa gaan staan. Wij als Nederlandse economie, wij profiteren als geen ander van Europese integratie, zelfs van internationale integratie, ook nog buiten Europa. Dat is onze kip met de gouden eieren en die moeten we niet gaan slachten. Ja. Dus dat is het eerste advies. Twee, een deel van onze aantrekkelijkheid zit gewoon in het feit dat Nederland een solide financieel-economische reputatie heeft. In binnen- en buitenland. Mm. Dat betekent beheerste ontwikkeling van de overheidsfinanciën. Derde, het is wel zo dat we in zekere zin een slachtoffer aan het worden zijn van ons eigen succes. Dat de grenzen van dit model, de capaciteitsgrenzen, natuurlijk wel in zicht beginnen te komen. Denk aan het overvolle wegennet, het elektriciteitsnet, de fysieke ruimte, de koolstofruimte, de stikstofruimte. Zo kunnen we even doorgaan. Daar zitten de knelpunten in de Nederlandse economie. Het kabinet zal er dus ook voor zich op moeten richten om die knelpunten zoveel mogelijk weg te werken. Dat zal niet bij alle knelpunten kunnen. En dat betekent dat er ook keuzes gemaakt zullen moeten worden. En dan zou ik zeggen dat in een rijk en welvarend land als Nederland, dat wij ons vooral moeten richten op die vormen van economische activiteit die de meeste toegevoegde waarde in termen van productiviteitsgroei bieden. Ja. En dat betekent bijvoorbeeld dat we eigenlijk een einde zouden moeten maken aan die vormen van economische activiteit waaronder de werkelijke kostprijs wordt geproduceerd. Nou, dat zijn sectoren waar bijvoorbeeld nog steeds onder het minimumloon wordt gewerkt, die nog steeds in hoge mate afhankelijk zijn van fossiele subsidies. Ja. Dat zijn beleidskeuzes die je maakt op het moment dat je een tekort hebt aan werkgelegenheid. Zijn dat de aspergestekers, de tomatenplukkers, mensen in de kassen, in de landbouw? Daarvan zegt u. Breder dan dat, het gaat ook over de distributiecentra, de vleesverwerkende industrie. Ja. Ik zeg niet dat je daar niks aan hebt. Ja. Ik zeg wel dat de maatschappelijke baten daar niet langer opwegen tegen de kosten. Ja. Omdat zij een overmatig beslag leggen op een aantal van dit soort capaciteitsissues. U zegt, ik kies voor de hoogwaardige kenniswerker uit het buitenland bij ASML. Dat soort bedrijven. En liever niet voor de mensen die misschien wel onderbetaald krijgen. Ik kies voor krijgen. Die bedrijven die de meeste toegevoegde waarde aan de Nederlandse economie leveren. Omdat dat op termijn de belastingopbrengsten kan opleveren waarmee wij ons niveau van sociale voorzieningen overeind zullen kunnen houden. Nog één punt voordat we u laten gaan hier en naar de andere gasten gaan. Op 5 november zijn er natuurlijk verkiezingen in Amerika. Donald Trump die ligt op kop in de peilingen. En eerder deze maand zei de president van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde, het volgende over Donald Trump. Kijkt u even mee.
Si on doit tirer les leçons de l'histoire, c'est-à-dire de la façon dont il a mené les quatre premières années de son mandat, c'est évidemment une menace. Mmh. Il suffit de regarder les tarifs douaniers, il suffit de regarder l'engagement au service de l'OTAN, il suffit de regarder la lutte contre le changement climatique, dans ces, ne serait-ce que dans ces trois domaines. Historiquement, les intérêts américains n'ont pas été alignés sur les intérêts européens. Donald Trump is niet in het belang van Europa, zegt ze eigenlijk kortweg. Is tegen de belangen van het Europese continent. Bent u het eens met Christine Lagarde? Nou kijk, ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. Ik denk wat zij eigenlijk bedoelt te zeggen is dat wij heel veel te verliezen hebben bij protectionisme. En zij zet hem nu naar voren als gezicht daarvan. Maar helaas is de trend naar protectionisme is natuurlijk breder dan alleen de heer Trump. En ik denk dat dat een boodschap is die ik zeker van harte kan onderschrijven. Maar ze zegt wij ook de NAVO wil die uit. Hij wil een muur rondom Amerika en hij is niet voor klimaatakkoorden. Bent u dat met haar eens dat hij in die zin niet in het belang is dat als hij president wordt voor Europa? Het zijn allemaal manifesteringen van wat wij fragmentatie noemen, geopolitieke fragmentatie. Dat de wereld zich aan het terugtrekken is in verschillende blokken. En een open, op handel gericht blok als Europa, en in nog sterkere mate geldt dat voor Nederland, heeft daar eigenlijk alleen maar bij te verliezen. Dus ja, ik ben het met al deze dreigingen, ik ben het eens dat dat risico's zijn voor onze manier van leven en ook voor onze welvaart. En wij moeten dus zorgen dat we ons daarop gaan voorbereiden. Duidelijk. Dank u wel, Klaas Knot, voor uw komst naar Buitenhof vandaag. Graag gedaan. Bedankt voor het kijken. Vond je dit een goed gesprek? Vergeet je vooral niet te abonneren, een like of een comment achter te laten. Dat kan natuurlijk ook. En, dus het is gewoon breed, daarom is het goed naar alle kijkers die hier zitten. Ja. Gewoon voor dat je toch bewuster moet zijn. Ja, want